Kun je via Peppel ook een Business-to-Consumer factuur sturen? Ja, dat kan. En dat kan zelfs op twee manieren. Normaal gesproken registreert het Peppel-netwerk de ontvanger op basis van een KVK of OEN-nummer. Wanneer dat er nou niet is, zoals bijvoorbeeld bij een privépersoon, dan kiest het systeem om die privépersoon een mail met een link te sturen. Als ontvanger kun je dan op die link klikken en vervolgens je factuur inzien en desgewenst downloaden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de privépersoon te registreren onder een IBAN-nummer. Dat is ook een uniek nummer, op basis waarvan je goed gevonden kunt worden en gewoon je eigen omgeving op het evenbindend platform kunt hebben. Dus twee manieren om vanuit een business een privépersoon een E-factuur te sturen.